En ik durf te wetten dat je ook geen huiszoekingsbevel hebt. Balen. Jammer. Je hebt onze tijd expres verknoopt. Juffrouw, ik heb een namaakbijst. Ik zou je namaak onderzoek nooit dwarsbomen. Het is helemaal geen namaakonderzoek. Kijk hier, zie je hem? Deze otter wordt vermist. Tja, als maar binnen een echte agent opgezet. Wat is jouw probleem? Wil je dat ik faal zodat je je beter kunt voelen over je eigen kansloze leven? Dat is juist, 100%. Nu, aangezien we niet naar binnen mogen, zijn we dan klaar? Oké, we zijn klaar. Hier is je pen. Hey! Ten eerste, je gooit als een konijn. Ten tweede, je kunt niet tegen je verlies. Tot later, Creepily Floppy. Zo, jammer dat dit voorbij is. Ik wil dat ik beter had kunnen helpen. Weet je wat het is? Je hebt geen huiszoekingsbevel nodig als je toevallig langsloopt en opeens een schimmig type over het hek ziet klimmen. Dus je helpt me prima. Kom mee. 293HD03, dit is hem. Oh mijn god! Het gouden stemgeluid van Jerry Vol. Maar op cd's? Wie speelt dan op cd's? Wortel, als uw otter hier was, dan had hij een hele slechte dag. Dat zijn kousporen. Heb je ooit al zoiets gezien? Nee. Wacht eens eventjes. IJsbeervacht, rapback muziek, dure glazen. Ik weet van wie die auto is, we moeten gaan. Waarom? Van wie is hij dan? De meest gevreesde maffiabas in Doenrestad. Ze noemen hem Mr. Big. En hij is geen fan van mij, dus we vertrekken nu. Ik ga niet weg, dit is een plaats delict. Er worden nog veel meer misdaden gepleegd als we hier gaan vinden. Dus we gaan, nu meteen. De Raymond. En is dat Kevin? Lang niet gezien. En over niet gezien gesproken. Gaan jullie vergeten dat jullie mij zagen? Hè? Voor de lieve vrede? Wat was het mee? Waarom is Mr. Big eigenlijk zo boos op jou? Ik heb hem misschien een waanzinnig duur tapijt verkocht. Gemaakt van de vacht van een stinkdier.